Scheppen en graven en zorgen voor wat groen in de straat. Joke Rebel is deze tuintjesdag begonnen. En dan niet alleen om de buurt te vergroenen, maar ook om de buren een handje te helpen in de tuin. Want niet iedereen in de wijk is in staat dat zelf te doen. We hebben heel veel oude mensen in Stedelijk Noord wonen inmiddels. Die wonen hier gemiddeld 40, 45 jaar. En die hebben, ja, op een gegeven moment kunnen ze eigenlijk hun eigen tuintjes niet meer onderhouden. En toen dachten we, nou, we hoorden van de plantjes van de vorige jaren dat die over waren en dat we die misschien konden hergebruiken. In 8 tuintjes zijn inmiddels de tegels en het onkruid weggehaald. Op deze lege plekken komen nu de Floriadeplanten. Stonden de planten eerst vol in bloei op het Floriadeterrein? Nu worden de planten voor je in de tuin gezet. Lichamelijk lukt dat niet echt meer. Een aantal letsels en dergelijke. En dat was niet meer op te brengen helaas. Dus een beetje, kun je wel zeggen, geschenk uit de hemel. We gaan uw tuin opknappen. Nogmaals heel blij mee. Volgens Rebel is iedereen enthousiast. Samen met andere partijen is er nu aan het kijken hoe de tuintjes in de toekomst er ook netjes uit blijven zien. Kijken of we met Goede Steden toch die samenwerking kunnen volhouden en met Eik. Om die tuintjes eigenlijk structureel een beetje buiten te gaan houden. Voor de ouderen voornamelijk. De jongeren moeten we kijken hoe we dat gaan oplossen, maar dat is plan 2. Na het beplanten van deze tuinen hoopt Rebel het initiatief te kunnen voortzetten.